Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Vandaag een thema wat vooral de Prusa gebruikers zal interesseren en wat minder de gemiddelde 3D printer gebruiker. Dat is niet anders. Ik heb nu even een filmpje over Prusa, het zij zo. Een paar weken geleden zag ik op de Facebookgroep van Prusa ineens een postje voorbij komen waarbij iemand een Prusa i3 MK3 besteld had, waarbij op de doos, en hij had dat sterk opgemerkt, niet stond i3 MK3, maar i3 MK3S. Dit riep natuurlijk bij de leden van de Facebookgroep, en dat is nogal een flinke groep met 10.000 leden, dit riep nogal wat vragen op. Van hoe kan dat nu? Binnen 24 uur van dat bericht verscheen ook Prusa met een officieel statement over die MK3S. In de Facebookgroep overigens was men bang tot de MK3 discontinued was, oftewel niet meer geleverd zou worden en ook niet meer ondersteund zou worden. Dat is flauwekul. Dat is zeer zeker wel het geval. Geleverd niet meer, maar ondersteund wel. Wat is het dan wel? Die MK3S is een aanpassing van grotere aard die Prusa gedaan heeft om de MK3 beter te maken. Wat is er dan anders aan die MK3 dan dat die aan die MK3S? Dus wat is die nieuwe, die 3S, nu anders dan die MK3? Nou, het eerste is dat ze voortborduren op aanpassingen die ze in de jaartijd dat de MK3 nu op de markt is, al gedaan hadden. Nou, een van de dingen die ze bijvoorbeeld gedaan hadden, en daarvoor ga ik heel even de camera nu pakken en even naar mijn Prusa toe verhuizen. Als we goed kijken, zien we bij die Prusa, ja, we zien een hele hoop licht, dus ik probeer hem buiten het licht te houden, daar komt hij. We zien hiervoor de frontven, de ventilator van de voorkant. Die frontven, dit is de oude setting, dus hij staat recht. In de nieuwe setting staat die frontven er schuin op. Die staat schuin te blazen op het object wat je aan het printen bent. Sorry voor de beweging even, moest eventjes. Dus daar waar de originele MK3 een rechtopstaande frontven heeft, dat is de ventilator die dus op het printen object blaast, hebben ze later een aanpassing gedaan waardoor die er schuin op staat en dus schuin op het object blaast. En dat zou dus de koeling van het printen object ten goede moeten komen. Nou, dat is een aanpassing die hadden ze al gedaan toen het nog de MK3 was. En daar hebben ze op voortgeborduurd. Want een van de grote kritiekpunten bij de Prusa MK3, en daar ben ik wel een beetje met de criticasters eens, is dat als je hem eenmaal gebouwd hebt, met name het extruder gedeelte, dus het gedeelte wat print, dan zit de bekabeling dusdanig verwerkt dat het heel lastig is om de zaak weer uit elkaar te halen. Daar gaat werkelijk een paar uur in zitten. Nou, de eerste wijziging die ze aangebracht hebben is dat die hele extruder body opnieuw gebouwd is. Allerlei nieuwe ontwerpen en nieuwe onderdelen. Ik heb ze hier ook al geprint liggen. Daar kom ik straks even op terug. Dus die extruder body is opnieuw ontworpen. En men zegt daarvan, ik weet het niet, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar nog steeds wel een beetje over twijfel. Het zou in elk geval de onderdelen in die extruder die eventueel verwisseld zouden moeten worden, de PTFE-tube, de hotend, thermistor met zijn kabel, de heater cartridge met zijn kabel, pindaprobe, zou er makkelijker toegankelijk moeten gaan zijn met dat nieuwe ontwerp van die extruder blok. Of dat zo is, dat weet ik nog niet. Ik volg het een beetje op Facebook op dit moment. Eigenlijk met de achtergrondgedachte van ga ik het nu wel doen of ga ik het nu niet doen? Ga ik hem upgraden of ga ik hem niet upgraden? Want we zullen zo meteen zien dat er een upgrade kit beschikbaar is. Wat is er nou nog meer veranderd? Er is een ander dingetje veranderd en ook dat is best wel een hele belangrijke. Een van de grootste problemen bij die Prusa i3 MK3 is eigenlijk, men had daar dus als een van de eerste printers een filamentsensor ingebouwd, een optische filamentsensor. En die optische filamentsensor die constateert dus
of die filament ziet of niet. En als die geen filament ziet, dan waarschuwt hij dus en zegt hij, hallo, mijn filament is op, je moet filament wisselen. Het grote probleem bij die MK3 was altijd dat als jij een nogal licht filament had, wit, geel, of een nogal glimmend filament, iets wat echt weerkaatste, dan triggerde dat om de haverklap die filamentsensor. En dat werd zelfs zo erg op enig moment, en ook bij mij, niet alleen bij mij, maar ook bij heel veel anderen, dat tijdens een print van een uurtje of vijf, dat ding maar zo 6 of 7 keer af kon gaan. En jij dan dus verplicht was om eerst het filament eruit te halen, filament weer terugplaatsen en dan ging die weer verder met printen. Maar daar word je natuurlijk een beetje gestoord van. Dus wat deden heel veel mensen, en ik denk wel zo'n 75%, die zetten de filamentsensor uit in de software. Maar ja, het vervelende is, daar heb je hem natuurlijk niet voor. En Prusa die trok zich dat natuurlijk ook aan. Dus wat heeft men nu gedaan? Men heeft een nieuwe filamentsensor geregeld, een nieuwe filamentsensor gemaakt. Het is nog steeds een optische sensor, als ik het goed begrijp. Alleen hij wordt nu niet meer optisch aangestuurd, dus hij kijkt niet rechtstreeks naar dat filament. En dat hij dus getrukt kan worden door de kleur of door glanzendheid. Maar het is een sensor die zeg maar eigenlijk mechanisch aangestuurd wordt. Je filament wordt door een buis heen gevoerd. In die buis zit een bal. Doordat dat filament langs die bal moet, wordt die bal naar links geduwd. Daardoor wordt er als het ware een soort van blokkade voor die filamentsensor gehouden. En dat is dan niet afhankelijk van de kleur van het filament, maar dat is een standaard blokkade die door die bal getriggerd wordt. Een hendeltje, een heveltje zeg maar, wat ervoor geduwd wordt. En daar gaat nu die filamentsensor op triggeren. Die gaat zeggen van is er nu wel of geen filament. Ik heb begrepen van de mensen die inmiddels die kit hebben uitgevoerd, die zeg maar van MK3 naar MK3S zijn, dan wel een hele nieuwe printer gekocht hebben en dus een MK3S krijgen, want als je een MK3 bestelt, krijg je nu een MK3S, dat prima werkt. Dat schijnt werkelijk uitstekend te werken. Daarnaast is er andere software beschikbaar. In hoeverre dat erg veel uitmaakt, dat is maar even de vraag. Ik zei al, ze leveren dus nu in de plaats van de MK3 de MK3S en wat ze daarnaast hebben voor de mensen die een MK3 hebben, want die willen ze natuurlijk ook niet in de kou laten staan, er is een upgrade kit. En die kit die is er in 2 versies. Dat is de versie waarbij jij zelf de geprinte onderdelen print. Dan kost die €20 en zeg een 14, 15 euro verzendkosten, dus dan ben je een €35 kwijt. Maar je kan ook het hele gebeuren door hun laten leveren dat zeg maar de nieuwe onderdelen, en dat zijn iets van 10 of 11 onderdelen, geprint meegestuurd krijgt. Dan ben je natuurlijk duurder uit en even uit mijn hoofd, ik weet het niet precies hoor. Ik dacht iets van €38. Zet de verzendkosten weer op, ben je zo rond de €55 kwijt. Nou, ik zei al, ik heb ze zelf inmiddels geprint. Want ik twijfelde nog over of ik wel dan niet die aanschaf ga doen. En dat gaat me niet om die €20 hoor. Die €20 is het probleem niet, dat is niet zo'n niet zo heftige zaak. Maar ik heb gelezen dat de procedure, en ik heb dus echt die handleiding helemaal door zitten nemen, de procedure van het uit elkaar halen en die kit erop zetten, die neemt ongeveer 4 uur in beslag. En dat begint er al mee dat je vanuit de IC-bord, dus het moederbord vanaf die printer, een hele lading kabels los moet gaan halen. En sommige van die kabels hebben geen knip die je in moet drukken en andere weer wel. En dat verhoogt natuurlijk het risico dat je daar dingen kapot maakt. En ja, het moederbord kapot maken is eigenlijk niet zo'n optie, want dan ben je weer vrij duur uit om dat in orde te maken. Daarnaast moet dan die hele extruder uit elkaar worden gehaald. Vervolgens de zaak weer in elkaar. De hele bekabeling weer aangesloten, overigens in dit geval, dat is ook iets wat gaat veranderen. Aan de achterzijde van mijn extruder zit nu spiral wrap, oftewel een spiraalkabelgeleider om de kabels heen. Daar wordt een textiel sleeve, dat wordt een textiel kabelgeleider. En voor de mensen die de MK3 kennen, dat is dezelfde textiel sleeve die ook om de heatbed kabels zit. Dat is een andere verandering die ze gedaan hebben. Alles zou ertoe moeten leiden volgens Prusa dat we betere prints gaan krijgen. En dat we makkelijker bij de gegevens van bij de onderdelen van de extruder komen, bij de body komen. Ik heb dat een beetje in de gaten zitten houden op Facebook en de reacties van mensen. En ja, dat is verdeeld. Er zijn mensen die zeggen van ja, de kwaliteit is er iets op vooruit gegaan, maar niet veel. Er zijn mensen die zeggen van nou, bij mij is de kwaliteit er op achteruit gegaan. Er zijn ook mensen die
het puur en alleen vanwege die filamentsensor hebben gedaan. Maar ik vind het nogal wat. Te meer omdat ik een printer heb die naar mijn mening prima werkt. En die als een werkpaardje alles print wat hij maar wil printen. Zelfs nog met die oude manier van hoe die frontventilator geplaatst zit. Dus die zit bij mij niet schuin, maar die zit bij mij recht. En ik heb nou eenmaal prima prints. Dus is het de moeite überhaupt waard om die aanpassing te gaan doen? En toch heb ik die onderdelen geprint, want ik twijfel er nog steeds over. Er is nog iets anders wat ik daarin mee zou willen nemen. Ik zou namelijk ook gelijktijdig nieuwe bearings, oftewel nieuwe kogellagers willen bestellen. De MMU bearings, dat zijn er een pakketje van 10 en dat kost €15. Als je dat meebestelt, dan heb je 10 nieuwe bearings. Want een van de dingen die ik niet wist toen ik deze printer kocht, was dat eigenlijk als je de standaard ingevette bearings gebruikt en ook standaard met het vet wat erin zit, dan kan dat wel eens te weinig zijn. Dus een doorgewinterde gebruiker die zal die bearings opnieuw invetten. Maar dat heb ik niet gedaan. En dat betekent dat ik zeg maar, ik neem in toenemende mate hoor ik geluiden van mijn Prisa. Ik word niet bang van geluiden hoor, zo erg is het niet. Maar als hij toch wel veel lawaai maakt, dan heb ik zoiets van, oh, dat was eigenlijk niet de bedoeling, want daar hebben we hem niet voor gekocht. Nou, die bearings die zijn dus niet zo duur. En ik heb zoiets van, als ik dat ga doen, als ik dan toch die hele extruder body uit elkaar moet gaan halen, dan kan ik in elk geval beginnen met de 3 bearings van de X-as te gaan vervangen. Want dat zijn de 3 waar je het moeilijkst bij komt. Daarvoor moet je namelijk dat hele extruderblok eraf hebben. En die gaat er natuurlijk af op het moment dat je die kit gaat doen. Alles bij elkaar is het een operatie die dus de nodige uren in beslag zou gaan nemen als je hem gaat uitvoeren. Ik schat al gauw een uurtje of 6. Ik weet het nog niet of ik het ga doen. In elk geval weet je nu wat die i3 MK3S betekent. Het is een iets wat geüptreden MK3. Waarvan de meningen dus verschillen of het echt heel veel uitmaakt, ja of nee. Tot nu toe ben ik tevreden met mijn printer. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat ik op een bepaald moment denk van weet je wat, ach, laat ik hem maar gaan upgraden. Eén ding beloof ik u, dat als ik dat doe, dan zal ik het proces weer filmen. Zoals altijd. En dat ga ik dan ook op YouTube online zetten. Nou, dat is in elk geval wat ik daarover te zeggen heb. Even nog één ander dingetje. U heeft al een periode even geen video van mij gezien. Ik denk een week of 3. Dat heeft een paar redenen gehad. Ik ben een anderhalve week lang ziek geweest. Dat is 1. Ik heb griep gehad. Ik ben er nog niet helemaal van ondersteboven. Maar het gaat beter. En het tweede is, het is carnaval geweest. En dat is ook altijd bij ons een erg drukke tijd. Ik hoop de draad weer op te pakken met leuke video's over 3D-printen. Maar van de andere kant wel alleen wanneer ik ook echt iets te melden heb. Dus als ik een keer 2 weken niet print, dan weet ik eigenlijk gewoon niet waar ik het over moet hebben. Kijk, en om dan met koetjes en kalfjes met u te gaan praten, dat is een ander verhaal. Deze video was dus over de Prusa i3 MK3. Misschien binnenkort een keer die hele procedure van het upgraden van die printer. En anders komen er vanzelf weer filmpjes over andere dingen in de 3D printerwereld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.